We will rock you. Oh ja, sorry, dit muziekje dat... Ja, lijkt gewoon op die boom boom. Hoi. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie enige echte zeep. In de vorige aflevering zijn we in Kujat's Palace terechtgekomen, of de Desert Palace om exact te zijn. En zijn we erachter gekomen dat we hier ontiegelijk veel moeten puzzelen. Nou ja, we zijn ondertussen wel ver gekomen, we zijn bij de eerste Moogle terechtgekomen. En deze puzzel hier, die is nogal interessant. Wat we hier namelijk moeten doen is, we moeten ervoor zorgen tot de duivel wint van de engel. Dus je moet zeg maar één van de twee aansteken en dan zie je dus zeg maar de schaduw. Nou, op dit moment is de duivel dus zeg maar in aanvalsmodus. Zou ik nou de andere aansteken, dan is de duivel zeg maar in vluchtmodus. Dat zal ik heel eventjes laten zien, dat is altijd leuk om te weten. Dus eventjes hier. Kijk, dan gaat hij de andere kant op, dan vlucht hij dus zeg maar weg. Daar komt het praktisch op neer. Nou, de enigste manier om hier dus... volgens mij moet je ze eerst allemaal aansteken om eventjes iets te krijgen. Dus ik steek ze eerst even allemaal aan, want dit is basically, voor mij nou, ik begin gewoon Engels te praten. Dit is de enigste plek waar dat je ze niet allemaal aan moet steken. Dus ik wil het jullie wel heel eventjes laten zien, want je krijgt hier namelijk zeg maar een, ja zoals je kunt zien, een itempje voor. Wat hebben we hiervan gekregen? Een zwarte hoed. Dat is een nieuw item. Kun jij die equippen? Hoe jij kan death leren. De touwen met death. Dat is nogal gevaarlijk. Zeker een Mario Kart 8 en zo. Stel je voor, ik doe mijn death aanval. Maar ja, we kunnen weer eventjes wat de abilities eventjes doen. En ik ben het echt zo beu met die stop de hele tijd. Jij hebt geen locomotion. Pak jij maar body temp even. Heb jij locomotion? Ja, maar die kun je nog niet equipen. Heb jij locomotion? Ja. En je hebt ook blauw omhoog, maar lekker belangrijk. Zo, hoppakee. Zelda, heb jij ook? Doe met toch equipen, zodat we niet door die status-effect worden geraakt. Oké, nou, deze die moet dus eventjes uit. Want dan kunnen we deze kaars alvast... Nee, die moest aanblijven. Ik ben slim bezig vandaag. Ik ben heel erg slim bezig vandaag. Die moet aanblijven, die andere moet uit, want de duivel moet winnen. Want Kuja is slecht. En daarom heeft hij het zo geprogrammeerd. Tenminste, dat is de theorie die ik erin heb. Maar hey, dat is maar een theorie. Dus dus ja. Ik bedoel, er wordt nooit echt uitgelekt. Ik bedoel, de manier waarop dat deze puzzels zijn. En even kijken hoor, want deze die moeten we sowieso aansteken. Waarom weet ik niet. Ik weet niet wie dat moet voorstellen. Maar goed, hier hebben we dus zeg maar het angel standbeeld. En als we dus zeg maar die aansteken, dan zien we dus dat de angel ook in gevecht gaat. Maar als we deze aansteken, als het goed is, krijgen we dan ook weer een... Juist. Dan krijgen we ook weer een juist. Gewoon een juist. Oké, nou die nemen we eventjes mee. Offering of power, weer iets van shield. Wat is dit? Geef! Venetia shield. Dat is volgens mij iets voor Leroy. Maar goed, de angel moet dus vluchten voor de duivel. En dan komt de ladder tevoorschijn. Anders zou die ladder dus niet tevoorschijn komen. Je kunt het niet andersom doen. En tot hier een ladder zou verschijnen. Het is de enige manier om verder te gaan. Geloof me, ik heb het geprobeerd. Vaak zat. Omdat ik geloofde in het goede. En daarom moest de engel winnen. Maar nee, helaas dacht het spel er anders over. En zei gewoon van, nee! Dus goed, maar we zijn naar boven toe gekomen. Dat is het belangrijkste. Oké, dan komen we hieruit, komen we hieruit. Dan hebben we er nog maar eentje aan te steken. En volgens mij is dit ook de plek waar dat... de boss battle gaat plaatsvinden. Tenminste, dat denk ik. Indringer ontdekt. Wij gaan in de verdedigingsmodus. We gaan eventjes kijken naar de counterdinges om even te zeggen. Hé, dat is niet Kujat's Voice. Nee, dat is niet Kujat's Voice. Wie is daar? Kom en laat jezelf zien! Ja, het is de boss battle waar ik het over zei. Ik zei al, deze die is vergeleken met de melee groep, die dus zeg maar helemaal de andere kant op moet, is deze behoorlijk kort. Maar goed, we moeten tegen een of andere steen vechten. Die gaat nou door zijn defensive system heen, al die bloodstones die we dus zeg maar hebben, ja, disabled. En als het goed is, hebben we ze allemaal en...
elemental aanvallen, dan zou die zeg maar zich eigen kunnen verdedigen tegen vuur of water of wat dan ook. Dus alles wat je hiermee geeft, invasion, dat je hem heel erg vaak zou missen. Je wil die bloodstones gewoon hebben, anders wordt deze baas heel erg moeilijk. Heb je alle bloodstones, dan wordt het een eindje. Je zult het zelf zo zien. Enchantment true bloodstones zijn ook gefaald. Dat is niet mijn probleem. Het is toch niet mijn probleem dat jij daarmee begint te falen. Mogen we eindelijk? Mooi. Summon. Verdrink. Ik wil gewoon een meteor op je gooien. Vind ik leuk. Viagra. Ho, eens even. Dat is eigenlijk best wel veel schade. Wat zou ik doen? Zou ik een Phoenix Reef op doen? Zodat... Nou, de touwer heeft net meteor gedaan. Weet je wat? Doe jij maar holy. Doe jij maar holy. En doe jij maar eventjes Mighty Guard. Dat is net zo makkelijk. Mighty Guard zorgt ervoor dat we een hele goede defense en magische defense hebben. Volgens mij is deze niet echt van de fysieke aanvallen, alleen maar van de magische aanvallen. En dat maakt niet zoveel uit. Oké, tsunami, mooie animatie. Yay. Oké, okay, meteor. Kom op. Niet falen. Niet falen. Niet falen. Niet falen. Niet falen. Niet falen. Boom! Oh, dat voelt goed. Hoeveel schade? 2009. Dat is maar een beetje. Nou, doe jij maar eventjes Ramu. Oké, okay, jij doet het een dag. Daar ben ik ook niet blij om. Oké, okay, iedereen is nog in orde. Holy. Ja, die hadden we... Even kijken hoor. Doe jij maar even een bio op. 5974. Ik denk dat het eigenlijk wel tijd is voor onze combo. Daar komt de Mighty Guard. Doen we allemaal blinky blinky. Jij doet heel eventjes een summon. Doe maar... Nee, niet Phoenix. Carbonkel was het toch? Ja, Reflect. Oké. Okay. Want we hebben nou allemaal, hebben nou, zeg maar, tegen fysiek en magische aanvallen. Ja, maar 1000 naalden. Die hebben we geleerd van... Oh, we hebben hem al verslagen volgens mij. Dan kun je dus, zeg maar, zien aan die balkjes. Ja, het verdedigingssysteem wordt uitgeschakeld. U heeft gewonnen. Gefeliciteerd. Ha. Zak door de grond van schaamte, jij dwaas. Het enige probleem is, je kunt dus zeg maar niet stelen van dit beest. Daar kun je niks van stelen. Aangezien dat Zepi moet automatisch richting die Gulok Stone. En hij is de enige die steel kan doen. Oké, okay, nou we hebben onze AP. Leviathan is eindelijk geleerd. Daar ben ik blij om. Mooi. We hebben heel veel geld trouwens. Valt jullie dat ook niet op? Oké, okay, nou dan kunnen we hem nou al aansteken. Yay. Oké, okay, dan gaat er een lampje branden. Maar ik wil heel eventjes... Onze equipment een klein beetje... Hoe ver ben je al met holy? Je hebt holy bijna geleerd. Nice. Hoe ver heb jij half MP? Daar ben je nog flink mee bezig. Jij kan nou... Ja, Tomos gebruik ik bijna nooit. Weet je wat? Doe maar Shiva. Waarom ook niet? Ik bedoel, je bent al die summons nog steeds aan het leren. Omdat jij... Ja, je kunt je nou niet concentreren en alles. En dat is best wel vervelend. Oké. Okay. Ondertussen... Eindelijk ben ik terug. Nou, geen tijd om uit te rusten. Ik moet opschieten. Oké, okay, nou, ga ik heel eventjes snel door de equipment heen om te kijken of we iets nieuws kunnen equippen. Ik ben zo bij jullie terug. Ik denk dat ik Zepi alvast Restore HP ga geven, omdat dat geeft sowieso meer strength. Maar ik weet niet wat Restore HP precies doet. Zal ik daar even kijken bij de abilities? De Venetian Shield die we dus hebben gevonden net met een van die Bloodstones, die is heel erg goed voor Leroy, want hij kan Out of Float leren. En het ziet er naar uit dat hij nog eens een keer heel erg veel buffs geeft. Dat is alleen maar handig. En we geven Leroy ook eventjes gelijk de Made-Ains Ring. Die zorgt er namelijk voor dat hij Body Temp en Chemist kan leren. Altijd handig die dingen. Goed. De Holy Lance die we hebben gejat van de Ark, die kunnen we gelijk geven aan onze Wilma B. Dan gaat de attack over naar 62. Holy Lance. Één magie eraf voor zeker 6. Ja, dat doen we. HP plus 20% en Beastkiller. Don't mind if I do. Oké, okay, bij Wilma B kan Chemist die kan uit. Clear-headed die kan uit. En dan denk ik dat wij voor HP plus 20% gaan. Want dat zorgt ervoor dat zij bijna 3000 HP heeft. Gunstig.
Aangezien dat we nou bij iedereen clear-headed uit kunnen zetten, denk ik dat we op zich wel... mijn excuses. Goed kunnen zitten met... Ja, je hebt ook HP plus 20, maar ja, Return Magic is lekker. Auto Haste is lekker. Die Petrify, die wil ik eigenlijk aanlaten. Weet je wat, doe jij maar heel eventjes Bright Eyes even aanzetten. En voor de rest wachten we nog wel eventjes met jou. Ik denk dat ik eventjes mijn CP counter aan ga zetten. Ik bedoel, het is wel handig eigenlijk. Ja, ik denk dat ik dat ook even bij Leroy doe. Goed. We hebben alles geëquipt. We hebben alles gedaan zoals dat we eigenlijk zouden willen doen. Dus laten we maar eens eventjes naar Kujet toe gaan. En zeggen dat we onze vrienden vrij moeten gaan. Want vergeet niet, wij weten nog niet dat ze al vrij zijn. Maar ja, het nadeel is, je komt hier ook nog random accounts tegen. Leuk. Oké. Dat was eigenlijk niet zo moeilijk. Twee klappen en het beest was al verslagen. Maar je mag wel iets sneller lopen, Zeepie. Goed. Damn, ik dacht dat we het kunnen halen, maar nee hoor, random encounter. Weet je wel, ik neem jullie heel eventjes mee in. Misschien kunnen we even Wilma's Peace nieuwe aanvallen zien. Ligt eraan welke vijanden dat we hebben. Oh, jullie. Nou ja, we hebben in ieder geval een back aanval. Oké, we hebben Lancer. Laten we die op hem gebruiken. En hem, hij staat zo, dus... je doet ook op hem aanvallen. Oh, dat haalt ook nog eens een keer MP weg. Dat is handig. Oké. Lancer is dus handig om schade te doen en MP weg te halen. Dan ben ik eigenlijk nieuwsgierig wat die andere doet. We hebben nog meer. Regeningskruis, wat doet hij? Fysieke aanval, schade, dinges. Oké, we proberen het gewoon, waarom nog niet? Hoeveel schade doet dit? Dat ziet er gaaf uit. 64. Wauw. Wauw, Wilmabee. Wauw. Oké, en nou dat ik... Nou ja, maakt niet uit. Ik had gelukkig nog de aanval van Leroy staan, want ik had de andere ook al gelijk op magie neergezet, maar... Wauw, 64 schade, echt. Wauw. Oké, nou, je hebt al healen geleerd. Wees er blij mee. En... De rest wordt nog niet geleerd, blijkbaar op dat moment. Ik ben ook een precieze woordzaam. Goed. Goed, ja. Kun je even spreken? Wij hebben je rotsteen. Wij willen tot onze vriendjes bevrijd worden, want wij weten nog dat ze niet vrij zijn of wel vrij zijn. Waar zijn we nou weer? Heb ik een verkeerde afslag genomen in het portaaldinges? Welkom terug. Ik ben in de kamer naast de trap. Maar ik wil dat je alleen komt, Zeep. Alleen. Zeepie, dit is zeker een valstrik. Dus ga verder, maar wees voorzichtig. Ja, je hoeft mij dat even te vertellen. Ik zal wel in orde zijn. Jullie wachten gewoon hier op mij en als het begint gillen te schreeuwen, te kwerken, dan weten jullie dat ik zijn, dat ik hem helemaal in elkaar ontslaan ben. Dus ik zie jullie in een seconde. Goed, nou. Goed, ja, ik heb een heel sterk zwaardje. Die wil ik op jou uitproberen. Kom binnen. Dat maakt zelf wel uit. Ik ben zo blij om je weer te zien, Zeepie. Mijn vrienden zullen maar beter in orde zijn. Oh, serieus. Blunt. Zoals altijd ben je hartstikke blunt. Ik weet niet wat blunt is, maar ik vind het leuk om te zeggen. Kijk nou maar eens hierin. Oké. Je hoeft je dus nergens geen zorgen over te maken. Ze had alleen wat rust nodig, dat is alles. Nou, geef me de Gulloksteen. Maak zelf wel uit. Ik vraag me af hoe de anderen het aan het doen zijn. Hoe het met anderen is, laat ik het zo zeggen. Objection, ik kan niet praten vandaag. Echt serieus, als er iets gebeurt met de prinses, ik weet niet wat ik moet doen. Hoe? Ja, maar hoe? Waar is Zeepie? Hij is alleen in de kamer gegaan van Kuja, maar hoe zijn jullie ontsnapt?
Nou eigenlijk geen tijd, we moeten zeepie stoppen. Normaal gesproken loopt er één persoon binnen en hebben we de hele groep al bij ons. En nou moeten we echt één voor één en... Tuurlijk, sluit jou niet maar weer buiten. Wat nou weer? Zo niet eerlijk. Oké. Ik vraag het nog één keer. Geef me de Gulaksteen. Jij vuilak! Je bent de grootste slechterik op aarde. Of eigenlijk op Gaia in dit geval. Maar dat ben jij. Ik word nogal slaperig van jouw rage aanvallen. Nou, geef je hem nou nog of niet? Geef hem niet, zeep! Maar wie zit er dan in deze kooi? Oh, verdorie. Ik had hier niet op gerekend. Ja, het klopt. Degenen hier binnen zijn vals. Maar denk niet dat je nou gewonnen hebt. Oh, en waarom zou dat dan weer zo zijn? Laat me rust! Shawnee! Laat me geen zorgen, ik blijf beschermen, verdorie! Wat een freak, serieus. Deze kikker kan spreken. Freak, het kikkertje doet squish en dan maken we er een mooie maaltijd van. Laat het ons eens gevaar. Afdeurig! Hey! Ik wou jullie eigenlijk doodmaken nadat ik de Gulaksteen had gekregen. En daarna al je vriendjes vermoorden. Maar, ik hou het meisje wel. Ik hoop dat we jullie nog een keer tegenkomen. Dory, hij reageert niet meer! Hij is van plan om waarschijnlijk te vluchten op de Hildegard. Dat is het luchtschip. Nou, laten we er achteraan gaan dan. Hop, in het glit. Rennen. Goed, nou is het dus de tijd om eventjes zo snel mogelijk dus te swappen. De levels zitten nou op dit moment eigenlijk best wel goed. Nou ja, Evie heeft niet echt veel levels gekregen. Ik denk dat we met de Towler sowieso gaan, omdat hij heel goed in zijn magische spreuker is. En we hebben nog een healer nodig. Maar zowel Leroy en Destiny zijn heel erg handig. Leroy is heel erg handig in combinatie met de Towler met zijn zwaard. Maar Destiny die kan magie zeg maar herstellen. En die heeft een hele sterke Doomsday. Ik denk dat... Ja, sorry Leroy. Maar... Ja, ik heb toch even liever Destiny nog eventjes erbij. Mijn excuses Leroy. Misschien als je een sterke zwaard hebt. Ik bedoel serieus, heb je die klauwen van hem gezien? Wow. Over Devastating gesproken. Goed. Nou... Als ik me niet vergis, hier is niks te vinden. Ik weet het, we spelen tijd, maar er is geen tijdslimiet. Dus we kunnen alle tijd nemen die we maar willen. Je kunt er zelfs offscreen gaan als je wil. Leuk, denk ik. Weet niet. Goed. Dus, hun zijn daar uitgekomen. Mocht je dus als Sepi nog heel eventjes terug willen naar de plek waar, de andere team is geweest. Dan kun je dus zeg maar dat portaal daar gebruiken. Wij zijn achter via dit portaal gekomen. Dus als we achter Kutje aan willen gaan, moeten we automatisch natuurlijk deze pakken. Oké dan. Als ik me niet vergis, hebben we hier nog steeds random encounters. Dat is vervelend. Maar ja, we hebben nou een ander team. Oké, met het laatste gevecht heeft Towler auto haste geleerd. Dus kunnen we eventjes kijken of we hem iets anders kunnen geven. Hij kan autofloat leren, joepie. Hebben we nog iets voor hem? Nee. Alleen maar autofloat? Serieus? Dat jij die half MP eens in een keer gaat leren. Maar goed. Laten we... Oh, andere kant op. Laten we snel verder gaan. Dus als we hier eindelijk aankomen, dan zien we dus zeg maar het schip. Oké, Meteor en Countdown zijn geleerd. Dat is altijd handig. Dus voor de... Towler is dat weer een nieuwe stap. Maar volgens mij had ik de Destiny nog niet een nieuw wapen. Ik bedoel, serieus, hij is al wel erg OP. Maar ja, ik kan wel weer wat abilities leren. Ja, ik kan er nergens 4 afhalen. Dat is het probleem met jou, hè? Nou ja, wacht eventjes. Doei. Jude Jelly weg, man. Jij ook auto haste. Hoppakee. Twee meleeërs die ontiegelijk snel zijn. Dat is alleen maar handig. Dat is gunstig. Goed. Maar als we dus zeg maar hier naar doorheen lopen, dan kunnen we dus zien dat het schip weg is. En dat die Black Mage die hierachter stond, dat die hier ook niet meer is. En random encounter. Yay. Nou, had ik dus nog een vraag gekregen in de reacties dat één ding dus niet echt zeg maar duidelijk was in het battlesysteem.
auto-haste. Het zorgt ervoor dat je karakter dus zeg maar snel aan de beurt is. Zoals je dus ziet, Destiny en Zepi hebben in plaats van een groen balkje, een geel balkje. Dit is dus zeg maar dat, die verandering die er dus zeg maar in zit. Het zorgt ervoor... Dat is vervelend. Het zorgt er dus zeg maar voor dat je balkje veel sneller vult als normaal. Oh, jullie gaan allebei naar blauw. Dat vind ik vervelend, want ik was net bezig met een magische spreek. Nou ja, je bent in ieder geval vergiftigd. Ja, ik heb eigenlijk nou niks van jou. Oh, die andere die is gewoon dood gegaan uit poison. Dat is handig. Destiny kan weer aanvallen. Gewoon aanvallen. Die kick maar. Poef! Weg! Wat een poison damage. Nice. Maar dat betekent ook die groene pijltjes die dus zeg maar omhoog wijzen. Dus heb ik nog niet echt de tijd over gehad om dat te vertellen. Ja, die balkjes, op het moment dat je balkje vol is, dan kun je aanvallen. En is je balkje geel, wil dat zeggen tot dat dus zo snel mogelijk gaat. Is die grijs, wil dat zeggen tot die of heel erg langzaam gaat, of dat je gewoon helemaal stil staat, dan zal het balkje ook niet vullen. Dus dat is stop effect. Dory, hij is ontsnapt! Ja, we kunnen nog steeds volgen op de bloem naar 6 als je de boot. Serieus, je bent slim. Je bent gewoon slim. Heel slim. Laten we gaan. Hop, hop. Oké, nou, laten we hier eventjes het laddertje. Hallo. Oh. Daar zit de schakelaar. Daar schoppen we gewoon tegenaan, omdat we hebben niks beters te doen. En dan gaan we hier naar beneden toe. En volgens mij moeten we hier dit pad zo volgen. Oké, interessant. Dan moeten we hier de bocht om. En dan zien we een heel mooi zwart scherm en de muziek blijft gewoon door. Oh, oké. Dus daar hebben we de hele garde die aan het wegvliegen is. Spannend. Aha, Chocobo Footprint. Hé, hey, met de Bazaari. Oh, ik weet precies waar ze vliegen. Gezellig. En daar komen wij aan met onze raceboot. We halen je in. Schavert, kom hier, ik verkoop je een dreumes. En we komen dus terug bij het verloren continent. We zijn hier al eerder geweest omdat we hier wat chocobo dingen hebben gedaan. Maar dit is pas eigenlijk het moment dat we hier dus eigenlijk horen te zijn. Ja, we zijn er al geweest dankzij de chocobo en ja, met de Blue Narcissus konden we hier ook gewoon naartoe, daar niet van. Maar ja, dat is dus het verloren continent. Dus je hebt het vergeten continent, verloren continent, mist continent en het andere continent. Heel erg spannend. Hij is recht gegaan naar dat rare eiland daar. Is daar iets achter of zo? Oh, is daar iets achter of zo? Waar is Klitja mee bezig? Waarom heeft hij Xiao niet genomen? Ik denk dat zijn motivatie een beetje raar is, maar dat meisje dat kent de rockslums gebruikt van neer om laatste kerel. Ja. Dat is het. Hij is waarschijnlijk achter dezelfde reden. Hij heeft haar gepakt vanwege dezelfde reden als wat hij met Zelda probeerde. Maak je zorgen, Zelda. Oké, sorry, ik wil rustig blijven. We gaan ervoor zorgen dat hij het niet zijn zin gaat krijgen. Daar gaan we voor zorgen. Kutja, die moet nog op heel veel dingen antwoorden. Van alle schade die heeft hij aangericht. Waarom slaan we nog gewoon niet? Ja, onze partymember is in orde. Dank je. Muziek is stil. Omdat we de Outer World krijgen, natuurlijk. Goed. Hierbij wil ik het eigenlijk laten bij deze aflevering. Dus in de volgende aflevering gaan wij naar Esto Gaza, die we eigenlijk al een keer hebben ontmoet. Maar daar gaan we dan nou voor echt naartoe. En gaan we kijken of we Kutja kunnen we achterhalen en tot we Shiny kunnen redden. Dus ik denk jullie voor het kijken. Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Bedankt voor het kijken, jongens. En tot morgen. Doei!